welke vetten spreek je allemaal? Eigenlijk zijn er ook geen goede en gezonde vetten en slechte vetten. In de natuur, ook daar is een balans weer zoek. Je hebt wel een groep aan slechte vetten. Dat zijn bijvoorbeeld transvetten. Ja. Maar dat is per definitie slecht. Dat komt ook niet voor in de natuur. Dat komt wel weer voor in geraffineerde producten. Ja. Zoals koekjes. Zoals, en eigenlijk hoe goedkoper de koekjes, hoe meer transvetten dat erin zitten. Ook gemanipuleerde vetten, dan denken we aan margarines. Daar zitten transvetten in. En die transvetten die komen daarin door een lopende olie te gaan harden. Of transvetzuren, je ziet ook op de bijsluiter staat dan op, of transvetten, maar meestal willen ze dat woord niet gebruiken, omdat ze dan denken van ja, we zullen dat maar aflaten. Geharde vetten, dat is hetzelfde. Gehydrogeneerd. Gehydrogeneerd. En dat komt omdat ze eigenlijk van een lopend vet willen ze een hard vet maken, willen ze een boter maken. Dus dat moet een chemisch proces doorlopen. Maar waardoor ze een aantal moleculen echt stuk gaan maken, ze veranderen eigenlijk een deel van die samenstelling van die vetten. En als ik het goed begrijp, is het probleem dat dat vet eigenlijk niet in de natuur bestaat. Het vet komt, transvetten komt zelden of komt weinig, zelden of niet voor in de natuur. Dus in die zin, wij krijgen die transvetten binnen omdat er aan gemanipuleerd is. Eigenlijk komt erop neer van, eet zoveel mogelijk niet gemanipuleerde vetten, niet gemanipuleerd eten. En dan zit je eigenlijk wel altijd goed. Ja. En welke olie of welk vet zou je de mensen thuis aanraden om te gebruiken bij het koken? Het meest gezonde vet om dagelijks te gebruiken, effectief, om echt dagelijks te gebruiken, is olijfolie. Dat is een heel goed vet waar je lichaam heel veel aan heeft. Zeker geen, dat is ook nog zo een... eigenlijk een misverstand. Mensen gaan dan denken van, ja, maar met olijfolie mag je daarmee bakken. Je mag ermee bakken zolang je de temperatuur niet helemaal laat oplopen in je pan. En dan staat er vaak nog op olijfolie geschikt om te bakken. Maar dit is dan weer geraffineerde olijfolie. Ja. Waarom is die geschikt om te bakken? Ja, ze hebben er alles uitgehaald. Niks kan verbranden daarin. Maar uiteindelijk komt erop neer dat je, dat degene, de kok, de chef, moet zien dat je vet niet verbrandt. Ja. Als je bijvoorbeeld je vet in een pan doet en je doet daar... Ik wacht niet, ik doe daar meteen mijn groente in. Ja. En als daar groente en vocht in zit, dan komt dat zelfs niet boven de 100 graden. Ja. Dus je moet wel op een andere manier gaan koken. Je mag vet niet laten heel heet worden. Als je echt met wilt frituren, dan kun je best kokosvet gebruiken. Ja, want dat is toch ook een vet dat enorm in aan het worden is, hè? Ja, het is een verzadigd vet. Maar meer en meer onderzoeken wijzen nu ook uit. Uiteindelijk zijn het niet zozeer de vetten die een probleem zijn. Het zijn vaak de koolhydraten in combinatie met een verzadigd vet. Ja. En weer omdat de balans uit evenwicht is.